best wel gek is om te zeggen, omdat je heel veel mensen ziet die op je lijken qua uiterlijk. Maar ik had het nog nooit eerder op een set meegemaakt. Okay. En wat ik daarmee bedoel is dat voor en achter de schermen mensen zijn die... ik hoef bijvoorbeeld niet na te denken over bijvoorbeeld mijn haar. Dat is dan vaak wat je moet bespreken. Van ja, alleen naar voren borstelen. Ja. Niet naar achteren. Ja, niet, anders moet je in het, ja. Weet je, dat is voor mij vanzelfsprekend, maar voor een ander niet. Ja.